En op de golven dansen wij, dacht ik. En dat was meteen de titel. Dus ik had zo'n beetje zo, zo de rillingen van shit, it is it. Dat, dat is gewoon nu uh, is hij af. Textuele voorlichting. Ja, want je hebt het liedje pas later aan elkaar gelijmd. Dus ja. je had al losse dus, uh, onderdeeltjes liggen. Ja. En, um, ik uh, had twee delen. ja. 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 Ik had uh, coupletten en refreinen. <laughs> dat klinkt op zich logisch. Maar ik wist, ik had nog niet in de gaten dat het bij elkaar paste. En wanneer wist je dat? Wanneer klikte het in elkaar? Nou, dat is best bijzonder, want uh, onze drummer Oscar Kraal is uh, helaas overleden ongeveer een jaar geleden. Die was ongeneeslijk ziek en is heel snel gegaan, midden in die corona, echt midden in de coronacrisis. En uh, ja, dan ben je natuurlijk een soort van machteloos als het allemaal zo snel gaat en uh, een jonge man, uh, misschien uh, uh, ja, jong, net 50. en. Uh, ja, jouw leeftijd ongeveer. Met onze leeftijd, mijn leeftijd en uh, ja. twee jonge kinderen. En uh, ja, dat maakt gewoon heel veel indruk. Uh, en uh, Na de dag van de begrafenis, wat een schitterende eredienst was en heel indrukwekkend met heel veel muzikanten en drummers uit Den Haag die uh, kwamen marcheren met, uh, oh. met op een snedrum na dat allerlaatste moment, zeg maar. Dat is eigenlijk uh, ja, veel mooier eerbetoon kun je niet krijgen als. als uh. En, en uh, toen reed ik s'avonds naar huis en kwam ik thuis. Ja, dan ben je toch gewoon. Uh, hoe noem je dat? Under the weather. Hoe noem je dat ook weer? Uh, van, ah, je bent dan waarschijnlijk emotioneel uh, ja, dus, redelijk klaar voor die dus, dag. Dus, precies, dus ik dacht eerst maar eens een borrel. En, uh, <laughs> en toen dacht ik zo, ja, het, het is toch echt. Als je, het verbaasde me nog steeds hoe snel het allemaal gegaan was en hoe veranderlijk dat dan in één keer onverbiddelijk is. Weet je wat? Dat je nergens meer invloed op hebt. Ja. En dat is natuurlijk ook logisch, want zo is het even voor, 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 eigenlijk voor iedereen. Maar uh, het hield me toch bezig. En Wil je toen... ook niet dichtbij zijn vanwege al die maatregelen en zo. Was dat... Nee, dat was ook ingewikkeld. We moesten heel goed afspreken. En hij kon ook zijn laatste maanden niet de dingen doen die hij had willen doen. Ja, ja precies. Want uh, het was echt op zijn strengst qua corona. Dus uh, je kon het land niet uit, je kon uh, niet naar een uh, restaurant... je kon niet afspreken met wat mensen thuis of zo. Dus dat hebben we steeds één voor één of een keer met z'n tweeën. En we hebben nog een... Uh, ja, met z'n allen online, dat kan dan. Maar ja, dat, uh, dat is ook weer dan anders. Maar Dus het was allemaal een beetje schipperen. Dus je had het liedje al gemaakt, maar pas op de dag van zijn begrafenis viel het in één... en nou, betekende het ook iets voor hem? Ja, over eh, hem. Ja, zeker. Want uh, nou ja, over hem, dat, dat kan ik niet zeggen hoor. Want het nummer gaat over heel wat anders voor mij. En, uh, maar we wilden gewoon uh, de eerste single die we zouden uitbrengen. sowieso aan hem, uh, met, aan hem met hem in gedachten of mm. opdragen of hoe je het. Met eerbetoon. Een eerbetoon. En oh, maakt niet uit waar het over gaat, het nummer. En toevallig gaat dit wel ja, over die, dat gevoel van veranderlijkheid. Ja, als ik het en, vrij, uh, als ja. ik vrijheid van interpretatie hier mag ja. gebruiken, dan, dan lees ik wel uh, een afscheid. Dus dan denk ik natuurlijk wel inderdaad dat het ook over hem gaat. Is dat Precies, dat, 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 nee, dat klopt. Dat is geen toeval. Dat vroeg je toch ja. over toeval? Nee, dat is geen toeval. Maar ja, het gaat voor mij niet letterlijk over uh, ongeneeslijk ziek of uh, overlijden. Het, het gaat mij om, het, uh, om veel meer uh, nog meer. Zeg maar. uh, ja, alles wat. In één, met de wind steekt op en alles is weer anders, weet je wel? En uh, da, daar gaat het voor mij eigenlijk over. En, uh, laten we dus... ik, ja, sorry, toen ik, verder. ik die avond thuis kwam, dacht ik ja, dat, dat refrein van dat van alles wat in hoop verankerd ligt, is een speelbal van veranderend getijen. Dat ik dacht dat dat is gewoon uh, het refrein wat ik zoek. Wat betekent dat? Nou, hoe kwetsbaar we, we zijn. En uh, je, je leeft in, in, uh, met je dromen en de dingen waar je op hoopt. En uh, ja. En wat voor Alles wat daarin uiteindelijk... verankerd ligt, al je gevoel en, en, en emotie, ja, is natuurlijk kwetsbaar. Want het, uh, het, het kan zo de andere kant op. En, uh, maar ja, je moet wel je papieren bootje op die golven drijvende zien te houden. Mm -hmm. En uh, zo, zo zie ik het voor me. Dat is dat beeld wat ik had. Van uh, op die golven dansen we dan. En dat, ging het, het dat, is uiteindelijk, dat is uiteindelijk het leven, het dansen op die golven. De, ze komen over je heen, je krijgt ze mee en uh, je moet blijven drijven. Dat is Blijven dansen. In de avond, wat je in het begin um, uitlegde dat je dat het in elkaar viel, was dat ook echt het moment dat je dacht: nu kan er een strikkel. Of is er dan alsnog heel veel veranderd? Omdat je het met je band uh, ging oefenen, dat, dat soort dingen? Uh, nou, nah, nee, want uh, ja, ik, ik weet alleen ik had gewoon een soort de rillingen ervan. Want dat op die golven dansen wij had ik nog niet. Dus ik had die coupletten zo min of meer af. En toen heb ik dat alles wat in hoop verankerd ligt is een speelbal van Granden. Dat, dat erbij en op de golven dansen wij, dacht ik. En dat was meteen de titel. Dus ik had zo'n zo beetje zo, zo de rillingen van shit. It is it. Dat, dat, dat is gewoon nu uh, is hij af. Ik vind dat wel nog bijzonder ja. hoor. Dat het ook echt op die dag uh, ja, ik ook, ja. gebeurd is gebeurd. Ja, ja, en ik denk toch dat dat te maken heeft met je emotie. En je bent geprikkeld en je bent gewoon iets in je in je hoofd is er meer mee bezig dan normaal. Dus dan je bent denk ik gevoeliger. Je, je, de muren om je heen zijn wat weg. Dus dan komt er ook eerder iets uit, denk ik. Ja. Is het dan omdat het dan oprechter is ofzo wat je aan het doen bent? Ja, ik weet niet. Je voelt het even echt. Ja, ik denk dat het, nee, dus ik denk dat het, uh, dat heel oprecht is, jazeker. Ja. Hoi, Martine hier. Vond je deze video leuk? Check dan hier alle afleveringen van Textuele Voorlichting. Ga hier naartoe om je te abonneren, of klik hier om alles van de podcast te beluisteren.